Nou, zo eens kijken of hij doet. Zie ik zelf niks. We hebben draaiende motoren. En hij zegt take off. Ja, dat heb ik nog niet gedaan, maar zullen we maar eens doen dan. Het gaat omhoog. Maar hij vliegt vrij. En hij wil niet naar beneden. Bam! En hij ligt ergens achter hem op de grond. Yay! Kijk. Ergens tegen een Mavic Pro. Hij is ergens tegenaan gekomen waar ik niet tegenaan op mogen komen. Ja, ik heb nooit gezegd dat het altijd goed gaat, hè? Nou, dat waren dan weer de nieuwe propellers. Even kijken, daar gaan we weer. Take off. Oh god, daar gaan we weer, hè jongens, let op. 1, 2, 3. Dan houdt hem laag. Nu blijft hij wel op de goede hoogte hangen. Nou, jullie kunnen het niet zien, hè? Pupje omhoog. Beetje naar rechts, een beetje naar links, een beetje naar voren en een beetje naar achter. Ik kijk even wat de app nu aangeeft. Hoogte van 1,1 meter, nou dat lijkt me goed. En die gaat ook niet omhoog maar naar beneden. Toch een paar keer naar boven en naar beneden. Lijkt helemaal goed. Wat deed ik nou? Ik ging met deze stick. Zag je me heel hard, hè? Links, rechts, voor, achter, alle kanten op. Bla, bla. Wat ik probeerde was die IMU helemaal overstuur te maken. Die IMU die we vervangen hebben samen met de GPS-unit. Kijken of hij dus weer dat rare gedrag zou vertonen als de eerste keer. Maar of het nou uit zelf is verdwenen. Ik soms elektrotechniek. De wonderen zijn de wereld niet uit, zeg maar, hè? Now subscribe and you'll feel better. Strong arms, I can help. It would show.